Het radiostation 100% NL heeft een actie gehouden onder haar luisteraars. En 40 luisteraars, ja, die hebben via een sms'je een toegangskaartje gewonnen tot een exclusief concert met de finalisten van The Voice of Holland. Niet de vier finalisten, want Pearl die kon niet komen. Die is jammer genoeg ziek. Maar de anderen zijn er wel. En we zijn hier allemaal een klein beetje in afwachting hoe het zal klinken hier in de mes in Breda. Hartstikke leuk. Ja, hartstikke super. Kijk, vrijdagavond keek ik ernaar dus. Ja, nu een keer in het echt te zien is hartstikke leuk natuurlijk. Had je dat verwacht? Dat je eens een keer allemaal live zou zien? Nee, dat had ik niet verwacht. Nee. En voor wie kom je in het bijzonder? Ja, ik vind ze allemaal super. Ik heb geen favoriet, ik vind ze allemaal helemaal super dus. Wie is nou jullie grote favoriet? Kim. Toen zij auditie deed bij The Voice, was ik gelijk helemaal weg van haar. En ja, ze kunnen natuurlijk alle vier goed zingen, want anders kom je, ja, dan kom je niet zo ver. En wie vind je nou dat het beste kan zingen? Kim de Boer. Kim de Boer. En waarom zingt die het beste volgens jou? Omdat ik haar goed vind. Wat is nou jullie grote favoriet? Ben. Dat vind ik een leuke band. Wat is er zo leuk aan hem? Ik vind hem leuk uitzien. Ik vind hem leuk zingen. Ja. En voor wie komt u nou in het bijzonder? Ja, voor Ben, hè. Waarom voor Ben? Ja, ik wil hem wel eens gewoon van dichtbij zien. Ja, echt. Ik vind hem leuk, ik vind hem goed. Vooral heel goed. Niet tegen? Nee. Geen spijt van dat je hier naartoe bent gekomen? Nee, zeker niet. Ik geniet. Heerlijk. Ja, wat een leven, hè? Als popmuzikant handtekeningen uitdelen op de foto. Drop je deze. Tijdens een interview is echt één grote chaos. Ja. Spetters op mijn man van Dropja. Want jullie leven is wel veranderd volgens mij. Ja, een beetje wel. We zijn een beetje de hele tijd onderweg. Dus, Als je nou vergelijkt met een half jaar geleden? Ja, toen net, ja, had ik ook wel druk om het werken. En nu ook. Ja, je ziet nu een beetje, ja, Nederland en alles een beetje. Een half jaar geleden was het allemaal anders. Maar als je nu nog een half jaar verder kijkt, hoe zal je leven er dan uitzien, denk je? Nou, hopelijk hebben we dan allemaal een album op de markt gebracht. En gaan we daar gewoon heel veel mee optreden, het land in. Heb je de laatste tijd opgetreden voor een miljoenen publiek, hè, via televisie. Nu vandaag voor 40 mensen. Dat is wel heel anders, lijkt me. Nee, dat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Je doet hetzelfde, toch? Je hebt misschien wel andere reactie, maar voor mij is het gewoon hetzelfde. Is dat wel leuk, zo'n intiem concertje? Ja, maar waarom niet? Als ik maar kan zingen, toch?